Vanavond hier in het dorpshuis hebben we gesproken over de Veluwe biedt veel kansen. Aanwezig hier staatssecretaris Henk Bleker. Ja, goedenavond. Nou, er is veel ondernemerschap op de Veluwe, op de Noord-Veluwe. Je ziet het zowel in de agrarische sector, de ambachtelijke industrie, de recreatie. En ja, wat wij als regering van VVD en CDA willen, dat is ruimte bieden voor ondernemerschap en overbodige regeltjes schrappen. En die zijn er een heleboel en dan wordt het leven een stuk makkelijker. U was vanavond heel duidelijk over de natuur, ook hier in de Veluwe. En de verhouding natuur met de economie. Ja, wat ik heb gezegd is, er gaat door deze regering geen halve meter natuur wordt op de schop genomen. De natuur die we hebben, die willen we vooral goed beheren. We gaan her en der nog wat uitbreiden om er logische eenheden van te maken. Dat moeten we ook goed inrichten en ook goed beheren. Want de grootste kapitaalvernietiging die je kunt doen, dat is dingen kopen en het niet beheren. Dus vandaar dat de accent ligt op goed beheer van onze natuurgebieden. En ik vind dat de economie rond die natuurgebieden, die moet wel levendig blijven. Dus dat moeten gezinsbedrijven, die moeten wel kunnen uitbreiden en zich kunnen ontwikkelen. Het kan niet zo zijn dat de natuur, zeg maar, de economie op het platteland op slot zet. En daar heb ik een aantal maatregelen voor genomen. En dan, dat vond ik heel inspirerend wat u vanavond aanhaalde. U begon even over uw eigen jeugd. En dat zag parallellen hier met de Noord-Veluwe. Ja, ik ben in een heel mooi dorp in Onstwedde geboren. Het is een heel kerkelijk dorp, Nederlands hervormd. Gereformeerde bond noemen wij dat dan. En een gereformeerde kerk. En ook christelijk opgevoed. En ik ben ook nog steeds iemand die, laat zeggen, vanuit het geloof probeert te leven. Wel op mijn eigen manier, maar dat doet er niet, denk ik. En ik heb er 18 jaar ben ik door mijn ouders opgevoed in die omgeving. In die calvinistische omgeving, zeg maar. En ik denk daar alleen maar met liefde en plezier aan terug. Ik denk dat het je heel veel mee kan geven, zo'n opvoeding. Ja, als je jong bent, dan ga je wel eens een keer een beetje tegen de draad in. Maar als je zo terugblikt, dan denk je van ja, dat was een hele goede tijd. En daar heb ik heel veel van meegekregen. Vooral ook dat je op de wereld bent om ook wat voor de samenleving te doen. Je bent er niet alleen maar om geld te verdienen of je werk te doen, maar ook om wat in de samenleving te betekenen. En dat heb ik in die opvoeding meegekregen. En ik hoop ook dat in dit gebied, wat ook nog behoorlijk kerkelijk is natuurlijk, dat mensen dat ook op die manier in hun toekomst mee kunnen nemen. Dat is belangrijk. Dus je C bij het CDA staat nog echt ergens voor? Absoluut. Kijk, ik ben niet iemand die er altijd mee te koop loopt. Ik vind het moet uit je daden blijken. Maar op zo'n avond als hier, dan mag je wel even benoemen wat je beweegt en hoe je geworden bent wat je nu bent. Ik ben geworden wat ik ben, in beginsel door de opvoeding, die eerste 18 levensjaren, de ouders die je een kans geven om te studeren. En een opvoeding in een omgeving waar waarden en normen en fatsoen en je aan de regels houden en om een ander denken. Wat u niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet, zei mijn moeder altijd. Dat zijn hele basale dingen. En zo hoort het. Nou, heel mooi. Dat zijn woorden die ik alleen maar kan onderschrijven. Meneer Bleker, 2 maart, verkiezingen. Ik ben kandidaat ook voor de Provinciale Staten. Ik wil me graag in gaan zetten voor de Noord-Veluwe. Juist die stem over laten komen, ook in Arnhem. Wilt u daar nog wat aan toevoegen? Nou, ik zeg één ding. Deze regering van VVD, CDA, die moet de kans krijgen om goed door te gaan. En daarvoor is een sterk CDA ook in Gelderland nodig. En als ik op de Noord-Veluwe zou wonen, maar ik ken je ook een beetje, dan zou ik op nummer 10 stemmen van het CDA. Nou, wij kennen elkaar al 25 jaar en met veel plezier. En we gaan samen voor een sterk CDA. Zo is dat.